Als ik mag een poging doen om vandaag te concluderen, beste vrienden, denk ik dat ik samen met u kan vaststellen dat ons land nood heeft aan een herstructurering van het economisch beleid. De NV-België is al lang niet meer solvabel. Er zijn onderdelen in dit land, in die NV, met name Brussel en Wallonië, die de begrotingsteugels helemaal gevierd hebben en openlijk. Naar anderen kijken voor een bail-out. Een bail-out, zij geven vandaag uit. Ze beroepen zich op de solidariteit om later die schulden ook betaald te krijgen. Dat is niet hoe een verantwoordelijk economisch systeem werkt, of zelfs zou kunnen werken. Het is geen duurzaam model om welvaart op te bouwen. Als NVA beseffen wij dat als geen ander. En we pleiten dan ook. Om van deze nefaste dynamiek definitief afscheid te nemen. Het is duidelijk, dames en heren, dat een gezond financieel en economisch beleid vandaag in die federale carcan niet meer mogelijk is. Zeker met de Waalse partijen die steeds verder opschuiven naar links, daardoor, eh, of beter gezegd, daarheen geduwd onder druk van de communisten. We stellen vast dat de optelsom. Van de twee democratieën die dit land is, elke economische hervorming blokkeert die getuigt van enige verantwoordelijkheidszin of die als ambitie heeft om dit land productiever te maken. Wie al eens een internationaal economisch rapport leest, ziet waar dit non-beleid ons ondertussen heeft gebracht. We kennen het grootste begrotingstekort van de EU, we kennen de hoogste belastingsdruk op arbeid van de OESO en ons sociaal beleid is goed op weg. Om het meest onbetaalbare te worden van de hele westerse wereld. Willen we een gezond economisch beleid dat een antwoord biedt aan de mondiale uitdagingen, dat meer mensen aan de slag krijgt, dat belastingen verlaagt en schulden onder controle houdt, dan is het duidelijk dat een paradigma-shift, zoals dat heet, noodzakelijk is. Een paradigma-shift, dames en heren, die de regio's in dit land in staat stelt om zelf. Hun economische koers te kiezen. De keuzes waar wij als NVA voor staan zijn alvast duidelijk. Meer ruimte om te ondernemen, meer loon naar werken, een sterke sociale bescherming voor wie het echt nodig heeft en minder stelsels die perfect gezonde mensen vasthouden in een overheidsafhankelijk en inactief bestaan. Wij staan voor een bruisende samenleving die haar bevolking inspireert om te innoveren en activeert om bij te dragen. Tot een sterke gemeenschap. Beste vrienden, het congres waar wij voor staan wordt het startschot van een heuse marathon in de richting van 2024. Van de 24 zullen wij de kiezer een duidelijk aanbod doen: een aanbod waarbij we de kaart durven trekken van wie werkt en productief is of wie dat geweest is. De kaart van het verzet tegen duur en ongeoorloofd profitariaat. De kaart van vooruitgangsgeloof, innovatie en groei. Want geloof mij vrij, een radicaal anders beleid is wel degelijk mogelijk. We moeten het linkse beleid dat ons nu federaal zonder Vlaamse meerderheid wordt opgelegd niet te ondergaan. Als de kiezer ons het vertrouwen geeft, dan zullen wij dat ook niet ondergaan. Daarvoor is de welvaart die wij in Vlaanderen hebben opgebouwd ons te dierbaar? Wij zullen de economische belangen van de Vlamingen dan ook ten alle tijde vooropstellen. We zullen zorgen dat Vlaanderen gewapend is om een sterke speler te zijn en te blijven in de economie van de 21ste eeuw, met al haar uitdagingen. Met uw steun ben ik ervan overtuigd dat het ons zal lukken. Dank u wel.